Goedenavond. Hoeverphonic gaat door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. De politie houdt nog altijd een klopjacht op een zwaar bewapende beroepsmilitair. En de ultima's zijn uitgereikt, de Vlaamse cultuurprijzen. Goedenavond, goed nieuws voor de Songfestival-liefhebbers. We zijn erbij. Hoeverphonic heeft een ticket voor de finale van het Eurovisie Songfestival nu zaterdag. Ze hadden dan wel een heel sobere act, maar Gijke Arnaert bracht een foutloze versie van The Wrong Place. En nadat de punten van de vakjury's gisteren en de televoting vandaag opgeteld waren, bleek dat we 1 van de 10 tickets voor de finale te pakken hadden. En dan gaan we rechtstreeks naar Gianni Palink in de zaal waar dat festival net afgelopen is, tenminste de halve finale. En we hebben het gehaald, dus hè. Was Hoeverphonic zo sterk, vind jij? Of was misschien de tegenstand toch niet helemaal je dat? Wel, ik denk dat iedereen het erover eens kan zijn dat het een heel sterke prestatie was van Hoeverphonic. Ze hebben de lijn van de repetities doorgetrokken. Het was wel een sterke halve finale, maar heel wat liedjes waren feestgedruis en visten misschien in dezelfde vijver. En Hoeverphonic kon er inderdaad uitsteken met hun sobere, simpele act en een liedje dat echt wel focuste op het muzikale. Ik heb hier zicht op de delegatie, op de greenroom daar beneden. Daar is er echt wel een feestje aan de gang. Je zag ook de emoties, de vreugde toen België uit de enveloppe kwam van de kwalificeerders. Ja, heel veel geluk daar. Wat gaat er nu verder nog gebeuren? Want het was nog maar een halve finale, hè? Wel, donderdag staat er nog een tweede halve finale gepland. Ook daar gaan 10 landen door naar de grote finale van zaterdag. Zaterdag treden er 26 landen op, 10 plus 10 van de 2 halve finales. En dan de 5 grote Eurovisielanden, plus uiteraard het organiserende land Nederland. En dus voor het eerst sinds 2017 is België ook in die grote finale. Daar kunnen we naar uitkijken. Gianni, dank je wel voor je verslag daar. Straks hebben we nog een beeldverslag ook. Maar eerst het andere nieuws.